Een dode uit het oosten. Een hoorspelserie in 24 delen naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van der Wetering in de bewerking van Anna Bosman. Regie, Meijne ter Goede. Deel 19. Wat is er, de vier? We hebben bezoek, meneer. Wie is het? En meneer Wo San, import-export uit Hongkong. Ken je het pand? Ja, uit je pand. Nooit. Nou, we gaan in drie groepen. Goed. Eén door de voordeur, ja. Één door de tuindeuren en één via het raam in de bovenverdieping. Ja. Dat is heroïne. Juist. Heroïne van de allerbeste kwaliteit, meneer. 1 ons. Gratis monster voor u. In Hongkong ligt 10 kilo klaar om verscheept te worden. Waar wil je naartoe? Naar het ziekenhuis. Naar dat Yakuza-meisje? Ja, ze heet Yuiko. Goed, dan blijf ik hier. Dag, Yuiko. Hallo, je bent net op tijd, ik mag naar huis. Ja, je ziet er beter uit. Vind je? Ik voel me ook een stuk beter. Ik heb een auto bij me, ik kan je naar huis rijden. Graag, dan zal ik voor je koken. We moeten samen wat eten. Nee, je moet rusten. Ik haal wel wat in een restaurant. Soep of zo. Ook goed. Dan ga ik me aankleden. Zal ik buiten wachten? Waarom zou je? Draai je maar om en praat tegen me. Oh. Heb je bezoek gehad? Ja, een van de barkeepers en mijn neef, de pianist. Waarom? Heb je je rekening betaald? Ach ja, ze wilden me natuurlijk niet opnemen zonder aanbetaling. En dat heb jij toegedaan. Ja. Ach... Ik heb je tot nu toe alleen maar last bezorgd, terwijl ik je plezier zou moeten geven. Wat maakt het uit? Ik kon je moeilijk in je badkamer laten liggen. Maar je kende me nauwelijks. Nou en? In Japan doen mensen dat niet. Als hier iemand iets overkomt, dan loopt iedereen door. Alleen de politie doet iets. En als de politie niet komt? Dan laten ze je doodgaan. Goeiedag. Het kan de mensen wel wat schelen, hoor. Maar ze zijn bang voor de consequenties. Als je iemand helpt die je niet kent, dan schept dat een relatie met allerlei verplichtingen die generaties lang doorgaan. Dus jij komt nu niet meer van me af? Jawel. Jij bent een buitenlander. En daarvoor gelden andere regels. Bij jou kan ik doen wat ik wil. Wat bijvoorbeeld? Ik kan je mijn tas naar de auto laten dragen. En mijn huis laten brengen. Goed. Laten we gaan. Ga zitten, ik zal de soep even opdoen. Weet je dat het gevaarlijk voor je is om me steeds op te zoeken? Alles is gevaarlijk. De straat oversteken, vanuit Holland hierheen vliegen. Zelfs ademen is gevaarlijk. Microben, weet je. Ik meen het, Rinus. Waarom kwam je in de Gouden Draak? Hebben je collega's over mij verteld? Ja, de manager herkende je. Hij had je al eerder gezien, dat was in het theater. En ze wisten ook van de overval in het restaurant aan het Biwa-meer. Kono had daarover laten opbellen. Kono? De leider van de ploeg die jullie daar ontmoet hebben. Wat je ontmoeten noemt. Wat voor functie heeft die Kono eigenlijk in jullie organisatie? Kono is het hoofd van de strijders van de Daimyo. Waarom kwam je in de bar? Omdat mijn baas had gehoord dat jullie hoofdkwartier was. Ik wilde eens kijken hoe het eruit zag. Heel gevaarlijk om te doen. Wel, nee. Jullie hebben me niks gedaan. Wij? Jullie, de Yakuza. Wil je koffie? Straks, eet eerst je soep maar op. Wie zegt dat we wat van plan waren? Dit is Kyoto, de stad van de stilte. Ben je al in Kobe geweest? Nee. Ga er maar niet heen. Ik ga overal heen waar ik wil. Je hoeft mijn advies niet op te volgen. Vertel eens, wat voor indruk heb ik gemaakt? Een hele diepe. De manager vertelde ons over de vreemdeling die in het theater op zijn fluit begon te spelen toen ze probeerde bang te maken. Vertel nog eens iets over Kono. Wil jij nog soep? Nee, dank je. Woont Kono ook in de Rokko-bergen, in het kasteel van de Daimyo? Ja, met zijn vogels. Hij heeft een grote schuur met vogelhokken. En zijn beste vriend is een oude kalkoen die MacArthur heet. Een alleraardigste man die de hele dag om ons heen sluipt om te kijken of hij een oude heer een mes door zijn eigen hand kan laten steken. Ja, hij is aardig. Maar ik sta aan de andere kant, zie je. En ik kijk anders tegen de werkelijkheid aan dan jij. Hmm.
Nu moet je mijn foto's eens zien. Weet je dat ik toneel gespeeld heb? Oh ja? Ja, op school. Kijk, dat was in de fluwelen trommel. Uh-huh. En dit is... Lady Ahoy. Ik heb geprobeerd bij de film te komen, maar ik kon alleen maar los werk krijgen als fotomodel. Hier, een grapefruitreclame en kijk, sigarettenreclame. Laat die foto nog eens zien. Pornoreclame? Ja, maar dat heb ik mijn hele leven gedaan. En de Yakuza hebben die foto gezien? Ja, en toen hoefde ik dat niet meer te doen. Ah. Zeg, ik moet weg. Ik ben weer helemaal gezond. Wil je niet nog een half uurtje blijven? Nee, de dokter heeft gezegd dat je rust nodig hebt. Je wil niet, hè? Tuurlijk wil ik. Mooie print is dat. Dat is de Fuji. Dat had ik al geraaien. Het is maar een kopie, hoor. Het origineel ligt in de schatkamer van een staatstempel. Ik geloof dat de daimyo er een gedeelte van in handen heeft gekregen. Verbaast me niks. Er waren moeilijkheden. Kono is er naartoe gegaan. De tempel ligt vlakbij het strand. Kono is te ruw. Er lag zeker de volgende dag een lijk op het strand. Hm? Ja, volgens de krant was het zelfmoord. Heb jij eigenlijk ooit iemand gedood? Benna. Met een wapen? Nee, met mijn handen. Maar Kono heb je laten gaan. Mijn baas heeft Kono laten gaan. Waarom? Ik weet het niet. Mijn baas denkt anders dan ik. Beter? Ja, beter. Ik begrijp de daimyo ook nooit. En ik ken hem al jaren. Hij gebruikt mij dikwijls als tolk. Ik heb een paar dagen vakantie gekregen, Rinus. We zouden ergens naartoe kunnen gaan. Morgen misschien. Heb je dan tijd? Ja, maar alleen als je je echt goed voelt. We kunnen naar het Biwa-meer gaan. Er varen daar boten naar de eilanden. Misschien kunnen we ergens gaan picknicken en ons later weer op laten halen. Hebben ze daar zeilboten? Ik denk het wel. Dan wil ik een zeilboot huren. Zeg, ik ga nu echt. Ja, ik laat je uit. Doe me genoegen, Yuiko. En wacht met telefoneren tot ik de straat uit ben. Ik was al van plan om je na te wuiven. Dank je. Laat maar. De daimyo kan nog wel even wachten. Dat ze ons gezien hebben, adjudant. Nee, de vrees. Ga dan maar met je man naar boven. Jawel, adjudant. Cardozo. Cardozo, hoor je me? Ja, adjudant. Waar ben je nu? Naast de achterdeur van het restaurant, adjudant. Van hieruit gezien is de enige ontsnappingsroute langs deze kant. Goed, is de deur open? Weet ik niet, adjudant. Aan de straat wel alleen. Goed. Zijn de anderen al op het dak? Ze klimmen nu uit het dakkapel van de buren. De Vries? Ja, adjudant. Ready, Rit? Ja, adjudant. We moeten de zwaaier vanuit het dak naar het raam berekenen, maar dat zal wel lukken. Oké. Okay. Cardozo, zijn jullie klaar? Ja, adjudant. De Vries? Mij betreft over. Oké, okay, jongens. Kijk. Daar gaat hij. Kom jongens, stil op de binnen. Politie, hou de hand. Daar gaan. Ha. Meneer Focitari wil door rustig meekomen. Adjudant, de ambulance is snel. Wat is er? De pak heeft er een van ons neergestoken. Jezus, hou die klootzak in de gaten. Hij is hem gesmeerd, adjudant. Laat maar, ik bel die ambulance wel. Ah, de Gier. Die komt net op tijd. Zin in koffie? Graag, meneer. Net een verse pot gebracht. Ja. Mag je mij ook meteen bijschenken? Zo. Verdien ik wel. Ja, ik heb hard gewerkt. Ik ben er moe van. Wat heeft u dan allemaal gedaan, meneer? Nou, ik heb met meneer Johnson gebeld. Maar toch niet van hieruit, hoop ik. Nee, Johnson zou dat niet samenzweerderig genoeg gevonden hebben. Waar heeft u het dan gedaan? In een helikopter of een straaljager? Nee, gemakkelijker. Gewoon vanuit de telefooncel. Ja. Er is niks bijzonders gebeurd, maar meneer Johnson raakte wel opgewonden. Heeft u veel moeten uitleggen? Nee, hij begreep het meteen. De CIA zal al onze wensen inwilligen. Een zaakje als dit, dat is een kolfje naar de hand van Johnson. Mooi. Ze zullen een Nederlander als onze agent naar Hongkong sturen en die zal contact opnemen met meneer Wo. Volgens Johnson is de prijs die meneer Wo voor zijn heroïne vraagt redelijk. Hoe komen we aan het geld?
Nou, volgens een van die ingewikkelde methodes waar Johnson zo dol op is, hè? De CIA stort het bedrag op een bankrekening. Vervolgens halen wij het eraf en geven het aan meneer Johnson. En die speelt het dan weer door aan zijn agent in Hongkong. Ja, met het risico dat wij tussentijds bestolen worden. Ja, meneer Johnson houdt nou helemaal van risico's. Maar de CIA kan het geld net zo goed meteen naar Hongkong overmaken. Ja, dat vind ik ook, maar die willen nou weer geen risico nemen, hè. Ze denken dat we in de gaten worden gehouden en daarom moeten we zelf met het geld in de weer zijn geweest. Belachelijk. Je kunt toch ook net doen of je van hieruit een betalingsopdracht stuurt? Ja, dat vind ik ook, maar de CIA heeft deze zaak overgenomen en daarom mogen zij zeggen hoe het gaat gebeuren. Ja. Ze leveren ook het schip. Eerlijk gezegd, ik begin me af te vragen wat de CIA zo beroemd en effectief maakt. Misschien de stommiteit van hun tegenstanders. En wat heb jij uitgevoerd, brigadier? Ik ga morgen met Pico zeilen, meneer. We gaan een boot huren en dan het biwaanmeer op. Ah, dat meisje is verliefd op je geworden, hè? Nee, meneer. Ze is haar werkgevers trouw. Well, misschien vindt ze me aardig, maar als ze me moet doden, dan zal ze dat zonder aarzeling doen. Heeft ze nog wat verteld? Niet veel meer dan we al wisten. Eigenlijk alleen dat die knaap die u dat grapje met het mes wilde laten uithalen, Kono heet. En Kono is de baas van de Yakuza-knokploeg. Was dat zeilen haar idee of een plannetje van de Yakuza? Ja, dat weet ik niet, meneer. Maar ik denk dat de Daimyo morgen weer aan de beurt is. Die zal er nou wel achter zijn dat meneer Wo ons benaderd heeft. Hij zal razend zijn. De Daimyo, hè? Op dat meer kan hij vast wel wat aardigs bedenken. Ja, en ik zit in een zeilbootje met Yuiko met een hoop water omheen. Nou, we kunnen er natuurlijk voor zorgen dat er nog een boot rondvaart. Ah. Doorin zal het wel kunnen regelen. Misschien laat hij nog wel een vliegtuig boven hangen ook. Ja, ik ben benieuwd wat ze zullen doen. We zijn al beter voorbereid, meneer. En wordt het lastiger voor de tegenpartij om ons echt te verrassen. Die Daimyo is een vernuftig man. We moeten hem vooral niet onderschatten. Binnen. Bovenste dienst, brigadier. Alleen deze Japanse rolprent er nog. Mooi de vis. Dat is voor de Japanse ambassade. Zie ik de dienst als gestolen voorwerpen identificeren. De keuken is een klerenzooi, adjudant. Ja? Maar we kunnen er verder niets meer vinden. Ja, oké, de Vries. Stuur de helft van de man naar huis. En laat de rest de boel verzegelen. Ja, lekker dan. Ja. Borrel, Cardozo? Graag, adjudant. Ik drink eigenlijk niet onder diensttijd. Maar je moet uitzonderingen kunnen maken, hm? Ja. Wat een klerenzooi. Heeft u nog naar het ziekenhuis gebeld, adjudant, voor Jan? Ja. De dokter zegt dat hij het wel redt. Het mes is in zijn long terechtgekomen. Maar het is niet onherstelbaar. Ik kon die kok niet tegenhouden, adjudant. Hij sprong opeens naar voren met een mes. Ja. Het gebeurde voordat we er erg in hadden. Er was niets aan te doen. En toen zijn we naar Jan toegerend en toen is die kok hem gesmeerd. Geef niet, jongen. Heb ik het goed gedaan, adjudant? Ik bedoel, had ik niet eigenlijk eerst die kok achterna moeten gaan? Het was een colere zoeker, zo. En je hebt je beter te beheersen, dat is goed. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Hebben ze die kok al? Nee, nog niet. De Rijkspolitie is achter hem aan. Ze hebben een vliegtuig ingezet om hem op te sporen. Juist. Godverdamme. Hier, neem er nog één. Ja, u ook? Graag. Dat is een collega. Binnen. Kijk eens. Gadverdamme. Wat is dat voor iets smerigs, Dorian? Dat zijn twee plastic zakken met vliegen, meneer. Dode vliegen. Hoe kom je dan? Ik heb ze bij elkaar geveegd. Ze lagen overal in mijn kamer. Cadeautje van de Yakuza, denk ik. Weet je nog? Als de Nederlanders naar het Verre Oosten gaan, volgen de vliegen. Ja. Giersan, heb je een sigaret voor me? Natuurlijk, ja. Als iedere vliegende hint is, hebben ze aan duidelijkheid niks te wensen overgelaten. Iemand moet de Yakuza op de hoogte houden van alles wat we doen. Zeg, ben jij weg geweest vanmiddag? Ja, een uurtje maar. Ze hebben natuurlijk op me staan wachten. Ik begrijp niet waar ze al die vliegen vandaan gehaald hebben. Het zijn er honderden. En allemaal dood. Ja, en ik heb een hekel aan vliegen. Nou, alle Japanners hebben trouwens een hekel aan vliegen. Vliegen hebben te maken met vuil, verrot voedsel, ziekten en lijken. En Nederlanders. Ja. Een allerlaatste waarschuwing, denk ik. Waar heb ik toch nog eens over vliegen met elkaar gezien? In een schuur, geloof ik. Lang geleden. Misschien zijn deze vliegen ook wel uit een schuur gekomen. Interessante gedachte, meneer. Mm-hmm. Yuiko vertelde dat die Kono vogels houdt op het terrein van het kasteel van de Daimyo. Ja, misschien komen ze daar dan vandaan, maar hoe dan ook. Het zijn in ieder geval allemaal Yakuza vliegen. Ik hoop dat je er niet al te akelig van bent geworden, Dorian. Nou, dat ben ik wel een beetje, meneer. Het valt niet mee, hoor, om je tegen dit soort gebeurtenissen te wapenen. Waarom heb je die beesten dan bij elkaar geveegd? Hadden de kamermeisjes toch kunnen doen? Ja, een beetje uit wraak, meneer. Giersan heeft me al gevraagd of ik in wraak geloof. Nou, dat doe ik. Ik weet dat je er weinig mee bereikt. Dat je aan de vijand alleen maar weer tegenactie ontlokt. Maar het breekt ook de spanning. Wat wil je doen? Ik ga deze vliegen terugbrengen naar hun eigenaren. Ik ga ze rondstrooien in hun nachtclub. Vanavond nog. Ja, nu meteen. Ze zullen nou nog wel gesloten zijn. Het is nog vroeg. Als je wilt, ga ik met je mee. Nee, jij valt te veel op. Maar even goed bedankt voor het aanbod. En nu is het inderdaad het moment. Maar hoe wil je binnenkomen? Nou, ga als loodgieter.
Ik heb die vermomming wel meer gebruikt. Een oom van me heeft een loodgieterij en vroeger hielp ik hem in de schoolvakantie. Zeg, hoeveel ooms heb jij eigenlijk? Veel. Een van mijn koffers is eigenlijk een loodgieterstas. En ik denk dat ik beneden in de kelder nog wel een paar buizen kan vinden om onder mijn arm te dragen. Vertel door eens over je zeiltocht, brigadier. Oh ja. Yuiko en ik gaan morgen op het Biwameer zeilen. De Yakuza moeten dat weten. Ik denk dat ze wat willen ondernemen op het meer. Denk je dat jij en ik op een boot van afstand de zaak kunnen volgen, Doren? Ja, meneer. Ik kan gemakkelijk een boot regelen, hoor. Als u wilt, laat ik zelfs een vliegtuig boven het meer rondvliegen. Prima, dan laat ik het regelen, maar aan jou over. Nou, een vliegtuig zal niet nodig zijn, maar zorg wel voor zend- en ontvangstapparatuur. Goed, meneer. Nou, dan ga ik nu naar de Gouden Draak. Als ik niet terugkom, dan moet u het noodnummer bellen. Dan kan de dienst iemand sturen om het van me over te nemen. Goed, ja, maar wees voorzichtig, hè. Maakt u geen zorgen om mij, meneer. Veel plezier ermee. Ik begin dit een steeds vreemdere zaak te vinden, meneer. Ik ook. Eerlijk gezegd, ik vraag me soms af wat we hier eigenlijk doen. Wat de kunsthandel betreft hadden we met de getuigenis van juffrouw Andrews kunnen volstaan. En de heroïne wordt opgerold door Heipstra aan verdovende middelen. Waarom zijn we dan hier, meneer? Jij bent hier omdat je er zo nodig eens uit moet, brigadier. Ah. En u, meneer? Laten we maar een eindje gaan wandelen. Ja. Ga mee, de gier. Ja, ja. Soms voel ik me heel depressief worden van deze zaak. U heeft geluisterd naar het 19e deel van Een dode uit het oosten. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering in een bewerking van Anna Bosman. U hoorde Piet Reumer als Grijpstra, Hans Hoekman als de Gier, Robert Sobels als de commissaris, Jan-Anne Drent als Dorin, Elsje Scherjon als Yuiko, Hans Dagelet als Cardozo en Guus van der Made als de Vries. Techniek André Jansen en Bram Hengeveld, regie Meijner ter Goede.